Ja, vrienden, het is zo'n dag vandaag, hè? Ja. Ik heb ineens zo'n venijnige trek. Kreeg ik een kibbeling, ja. En dus ik ben gelijk naar de visboer gegaan. Hier, kijk even. Ja, lekkere stukjes verse kabeljauw gehaald. Die gaan we straks natuurlijk lekker bakken en weet ik veel wat allemaal meer. Dus we gaan beginnen aan Harry's kibbeling. Nou, en dat begint dan met, gaan eerst wat viskruiden, hup, over die kabeljauw heen. Let op, hoppakee. Het beslag, ja, 200 milligram bloem, jongens, daar gaat hij. Hup, die gaat op hierin, zo, daar zijn. Daar begint het mee. En dan komt hij. Tada, bier, ja, heel flesje, die gooi je er gelijk bij. Hier komt hij aan, hè. Hup, oeh, lekker zeg. Hup, biertje erbij. Zo, die zit erin. En die ga je al lekker voorzichtig een beetje door elkaar roeren zo. Dan kan dat bier alvast een beetje wennen, ook lekker aan de bloem. Peper natuurlijk. Ja, komt erbij. Even een beetje peper. Zout. Ja, gaat er ook bij. Het geheim, een beetje honing. Ja, kijk. Oeh. Dan gaan we nog een keer met het bier aan de slag. Want er moet nog een half flesje bij. Komt-ie. Half flesje, klein beetje. En dan voorzichtig weer roeren. Dat is hem, hè. Beetje bier, voorzichtig roeren. Totdat het dik genoeg is. En dan is het beslag klaar. Ja, half uurtje in de koelkast ermee. Intussen, jongens, zetten we natuurlijk het frituurgebeuren zetten we aan. Hier, met zonnebloemolie. Ja, en op 180 graden. Ja, dan gaat het gebeuren, vrienden. Nu gaat hij komen. Dan pak je zo'n stukje van die kabeljauw. Let op. Die gaat hier lekker doorheen. Zo. Even goed door het beslag heen halen. Zo. Dan pak ik er nog een. Ja, ze denken in Spakenburg dat ze daar de lekkerste kibbeling hebben. Nee. Wat dacht je hiervan? Harry's kibbeling, dat is hem, jongens. Geloof me nou. En je hebt gezien hoe makkelijk het gaat, hè? Kost bijna geen tijd. Je bent er zo mee klaar. Nou goed, en dan ga je die stukjes, die gooi je hier in het mandje. Hup. En zakken maar. En hup, daar gaan we. Ja, en dat gaat dan een minuutje of vier, hè? Even kijken. Kijk. Oh, zo. Een beetje ravigottensaus erbij natuurlijk. En dan gaan we. Hé. Hey. Oh.